Het klinkt misschien een beetje cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en we hebben allemaal onze onzekerheden en imperfecties. En mooi zijn begint met je goed te voelen over jezelf. In deze portrettenserie ga ik in gesprek met verschillende mensen die trots zijn op hun perfect imperfections. Mijn naam is Tessa, ik ben 28 jaar en mijn perfect imperfection is mijn wijnvlek en dat ik blind ben aan één oog. Deze wijnvlek is onderdeel van het Sturge-Weber-syndroom. Dat is een syndroom wat heel weinig voorkomt en dat maakt ook dat ik eigenlijk als het ware een wijnvlek in mijn ogen heb, waardoor mijn oog aan de rechterkant blind is en mijn linkeroog altijd onder controle is. Hoe is het om deze imperfectie te hebben? Ik ben geboren met deze imperfectie, dus ik weet niet beter dan dat ik een wijnvlek heb. Maar natuurlijk lokt dat natuurlijk opmerkingen uit en mensen kijken vaak naar mijn gezicht. Het valt heel erg op. Hoe was het om hiermee op te groeien? Ik denk dat ik toen ik net kon praten, dat mijn ouders mij geleerd hebben om aan anderen uit te leggen wat het is. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik altijd een keuze heb gehad of ik op vragen van anderen wilde reageren over mijn uiterlijk. Dus ik denk dat ik heel erg open ben opgevoed. Hoe heb je jouw perfect imperfection leren omarmen? Ik denk dat toen ik in de puberteit kwam en waarin make-up meer een ding werd en het veranderende lichaam als vrouw, dat heel veel vragen opbracht. En daardoor heb ik van allerlei dingen geëxperimenteerd, zoals camouflage, maar doordat dat gewoon geen positieve ervaringen voor mij waren, heb ik gewoon toen radicaal besloten van this is who I am. Wanneer dacht je van nu is klaar, ik mag mezelf gewoon laten zien? Ik denk dat ik mezelf eigenlijk altijd wel omarmd heb. Voor mij was er niet een schakelmoment. Het enige moment wat echt heel belangrijk voor mij is geweest is die camouflage uitproberen. En in de spiegel kijken en mezelf gewoon totaal niet herkennen. En ik zei tegen die fysicisten van, nou ja, haal er maar af, want zo ga ik echt niet over straat. Ik denk dat dat een heel belangrijk moment is geweest. En alles wat ik heb meegemaakt met mijn zicht en de tegenslagen van de angst om je zicht te verliezen, hebben me gewoon heel erg doen inzien wat een dankbaarheid ik voel voor mezelf in de spiegel zien. Hoe maakt deze imperfectie jou tot wie je bent? Ik denk dat het hebben van een uiterlijk wat afwijkt van een norm mij heel erg gesterkt heeft. En doordat ik heel erg gestimuleerd ben om heel erg mezelf te zijn en geleerd heb dat het hebben van een ander uiterlijk niet een negatieve connotatie heeft, denk ik dat ik het heel erg heb leren omarmen. En het juist ook als een kracht zie. En ik denk dat als ik mijn uiterlijk kan omarmen, dat iedereen dat kan. Als jij je jongeren zelf een tip of advies mag geven, wat zou dat dan zijn? Naar mijn jongeren zelf zou kijken, dan zou ik vooral zeggen, grijp het allemaal aan en ga het allemaal doen. Veel ja zeggen op dingen.